Zijn we weer terug hier bij de start van de Branderszwemtocht, de 8e editie dit jaar. En naast mij is een bekend gezicht komen staan. Marco Spruit. Ja. Wat doe jij hier? Ik ben vrijwilliger bij deze zwemwedstrijd. Ik ken de organisatoren al een geruime tijd. En ze hebben me gevraagd of ik mee wilde doen. Ja goed, kan niet weigeren. Ja. Je hebt toch tijd zat, dus waarom niet? Ja, nou ja, natuurlijk hadden we je liever hier op deze plek gestaan. We kunnen ruilen. De kijkers het met mij doen, maar gelukkig hebben we jou ook nog eventjes in beeld. Marco, hoe laat ben je vanmorgen begonnen? Ik was hier om 7 uur. Toen hebben we nog even wat hekken neergezet. We hebben alles nog even dubbel gecheckt. We hebben de sponsorborden opgehangen. We hebben de dames en heren van de handhaving en van de brandweer en van de politie mogen verwelkomen. Dus nee, ik heb er al een paar uurtjes op zitten. Ja. En nog geen eens koffie gehad. Hoe vind je dat? Kijk. En dat was in de studio wel beter geregeld bij ons. Ja, inderdaad. En dat was mijn grootste zorg toen wij vanmorgen met elkaar appten. Is er wel koffie daar aanwezig? Maar ik begreep dat geregeld is. Alleen daar heb jij nog geen tijd gehad om daar een tussenstop te maken. Nee. Nou, misschien dat we dat straks, als we weer naar Trace overschakelen, dan ga ik een kopje voor je halen. Dat is prima. Ja. Ik doe niet alleen deze zwemtocht, maar ze organiseren ook een hardloopwedstrijd in het voorjaar is dat. En dat varieert van 5 kilometer tot 21 kilometer. En ook daar ben ik ook maar bij. Ja. Dat is allemaal wel leuk. Is dat ook hier in Schiedam? Is in Schiedam. Dat begint bij Sportpark Willems-Alexander. En dat gaat zo Delftland door. Is hartstikke leuk. Het is allemaal leuk om mee te doen. De laatste keer was ik de bezembrommer, om het maar even zo te zeggen. Dus ik reed heel langzaam achter de laatste hardloper, nou ja, hardloper aan van de 21 kilometer. Het was een wandelaar geworden waarschijnlijk. Het was weer mandelen, maar ik moet zeggen dat mijn balans op de scooter nu uitstekend is, want met 3 kilometer per uur je scooter in bedwang houden was toch wel, is er wel een dingetje. En hetzelfde weer eigenlijk, dus het was een beetje wisselvallig om er even zo te zeggen. Ja. Ja, want eerder in de uitzending hebben we Tom Bruin gezien. Die zei, er zijn een paar buien. En toen dachten wij, nou, dat zijn er meer dan een paar. Maar inmiddels is het lekker opgeklaard. Heerlijk hier. Zo. Ja, het is, ik krijg er spijt van dat ik me niet opgegeven heb om die 6 kilometer te zwemmen. Ja, zwem jij wel eens hier in de Nee, avond? Nooit. Nee. Nee, dit is, zwemmen is wel mijn ding, maar niet zo in die kou. Met die wetsuits en dat soort dingen. Respect hoor, voor die mensen. Ik vind het echt een... het is wel een hele opgave. Ik sta als vrijwilliger bij de entree, dus ik temperatuur ze. Maar ik moet zeggen, ze zijn allemaal gespannen en het zijn wel sportmensen hoor. Het is niet de eerste wedstrijd die ze spelen of die ze zwemmen. Ze zijn echt het hele jaar al bezig om die 6 kilometer of soms nog wel 10 kilometer buiten te zwemmen. Het is een heel aparte sport is het. Ja. Het is echt fantastisch om te zien. Ja, we hebben net ook de eerste uitvaller terug zien komen. Hè? Ja. Gebeurt dat vaker in jouw ervaring? Ja, niet zo. Deze was heel erg snel. Maar na 3 kilometer begint toch wel de kramp toe te slaan. Maar er staan altijd veel toeschouwers, met name op de Lange Haven. Ja, die schreeuwen ze dan gewoon naar de finish. En ik heb ook een tijdje nog bij de finish gestaan, een van de keren. En je moet je voorstellen, je zwemt 6 kilometer, zwem je horizontaal. En dan moet je opeens gaan staan. En dat wil nog wel eens een keer voor zorgen dat bloed er niet voldoende naar beneden. Dus die mensen staan allemaal een beetje zo op wankele benen. Ja, dan de schone taak als vrijwilliger om ze dan te ondersteunen. En dat doen we dan. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Want weet jij, je hebt ook alle draaiboeken gezien en gesproken met de organisatie. Weet je of dit nou gevaarlijk is wat we hier vandaag doen? Nou, het wordt aan alle kanten gecontroleerd. De waterkwaliteit wordt gecontroleerd. De temperatuur van het water wordt gecontroleerd. Nou, de mensen worden gecontroleerd. Weerbericht wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Mocht er onweer komen, wordt het gelijk stopgelegd. Het zijn ook niet de eerste de beste. Hè? Ze hebben zelfs in het Midden-Oosten hebben ze zelfs ook al zwemwedstrijden georganiseerd. Dus ze hebben een ruime ervaring en ze weten echt wel wat ze doen. Ja. Ja, professionele. Je ziet het ook hier in Schiedam. Het is niet zo dat je in je speedootje hier, in je gele speedo hier kan zwemmen.
Je moet echt zo'n wetsuit aan, dus dat zijn hele strenge voorwaarden. Ja, ik heb nu ineens een beeld van Marco Spruit in een gele... In een gele Speedo. Je zal verbaasd staan. Die hier door de grachten snelt. Ja, de Schiedamse Reddingsbrigade, die is ook present vandaag. Ja. Weet je met hoeveel mensen ze hier zijn? Want volgens mij heb ik al meerdere boten gezien. Ja, je ziet al die boten, zie je zo rond de laatste man of vrouw cirkelen. Er zijn ook een paar halve wegen. Ja, dat is altijd weer het leuke van dit soort evenementen. Je werkt samen met handhaving, met de politie, de zieke broeders, de reddingsbrigade. Dus Schiedam staat een beetje op zijn kop. En ik moet zeggen dat de samenwerking is uitstekend. Ja. En zijn er ambulances ook stand-by? Ja, er staat daarachter staat een ambulance stand-by. Jij moet je voorstellen, het watertemperatuur is toch vrij koel, om het maar zo te zeggen. Ja, hoeveel graden het water op dit moment is? Ik dacht, hij moet boven de 16 graden zijn. Anders dan wordt anders het sowieso niet door. Maar ik denk met al die regen die gisteren gevallen is, dat het er wel een beetje vlakbij zit. Dan moet je je voorstellen, ja, je koelt vrij snel af. Mm-hmm. En dan krijg je natuurlijk kramp en alle ellende. Kijk, met lopen kan je nog even gaan zitten, maar dat is met zwemmen wat moeilijker. Dus ze zijn er vrij scherp op, de reddingsbrigade. Ik moet zeggen, dat kunnen ze heel goed. Ja. Dat lijkt me toch wel een leuke oefening voor hun eigenlijk, want ik denk dat zij er ook wel elk jaar naar uitkijken.